Gisters woensdags weer gevoetbald, had ons moeder de waslijst klaar. En hoog of leeg, dan haalde eerst al verdriedig boodschap bij mekaar. De Bronolica bij Pietje Baltus, bij Tontje sigaren of sigaret. De Bukenheg zat vol mee mulders, maar daarvoor hadden we geen tijd. Ik woon zo gerne nog eens even op mijn oudere stepje krijg als toen, naar het winkeltje van Antenbekken om ons moederboodschappen te doen. Ik weet nog goed dat we bij Pieter, want daar kostte mij uw fietsje heen. Onze eerste band op blazen lieten, dat was het liefste wat hij deed. En in uw kinderlijke onschuld, ja, want je durfde het niet bekend. Zinde als Piet aan het geluld was, doe ook maar mee met een achterband. Ik woon zo gerne nog eens even op mijn oudere stepje krek als toen, naar het winkeltje van Antenbekken om ons moederboodschappen te doen. Met de passen in de dijken verven, vanzelfs dat ik de handig kom. Maar zonder verf kun je niet verven, dus holden we dat bij Piet van Zon. Om de verver hij het niet gelegen, en ons moeder vol Pietje sumier. Ik haai hem bij mij laten geven, maar gordijnengeel, dat houdt op dijkens niet. Ik woon zo gerne nog eens even op mijn houtere stepje krek als toen, naar het winkeltje van Antenbekken om ons moederboodschappen te doen. Bij Kees holden we een volkoren, bij de Bartelofvissers een knutwol. Klap kauwgom bij Marie van Doren, voor een stuiver had uw bakkes vol. De menske hebben dik gelopen, want mee ons kwartje traktement dinde niet alles in een keer kopen. Der was zonde van uwe zondagcent. Ik woon zo gerne nog eens even op mijn oudere stepje krek als toen, naar het winkeltje van Antenbekken om ons moedersboodschappen te doen. Nou is voor het allemaal kes en kerry, of god en arne supermep. Gevatten we zeep, gevatten we sherry, met de sfeer is er geen klote web. Ook krijg ik je snoepjes meer te eten, het je glazen pot vol mee tumtum. En je meugt geen boodschap meer vergeten, want je kunt nou niet meer achteren. Ik woon zo gerne nog eens even op mijn oudere stepje krek als toen, naar het winkeltje van Antenbekken om ons moeders boodschappen te doen. Thank you.
Ja, ik heb nu gewoon nog.
Vaatwasserslang. Wasmachine. Batterij. Ventilator. Tandenborstel. Föhn. Koffiezetapparaat. LED-verlichting. Friteuze. Voor reparatie, onderdelen en witgoed, Leo van der Steen. Bent u op zoek naar een gezond, natuurlijk product, dan bent u bij ons aan het juiste adres. In onze landwinkel kunt u terecht voor exclusief wagyuvlees van onze eigen koeien. En voor biologische hebben we de blonde Aquitaine die grazen op de Campina. En varkens bij de boerderij. Daarnaast bieden wij een groot assortiment streekproducten en u bent van harte welkom in onze winkel aan de Rozendreef 13. En voor de kinderen is er een speeltuin. 7 dagen in de week kunt u bij ons terecht. Graag tot ziens. En bezoek ook onze website www.rozenproeven.nl.
Oosterwijk. Een welvarende gemeente met een bruisend centrum dat wordt omringd door prachtige bossen en vennen. Bij Sociaal Huis Oosterwijk, een stichting zonder winstoogmerk, willen we dat iedereen op een betekenisvolle wijze deel kan nemen aan de samenleving. We streven naar een samen redzaam Oosterwijk en sociale verbinding tussen inwoners. Door het organiseren van bijeenkomsten zoals Opkikker aan tafel met jaarlijks meer dan 1000 gasten en een evenement als Oosterwijk aan tafel, waar ruim 400 gasten samenkomen voor een onvergetelijke dag met lekker eten en live muziek. In onze samenwerkplaats, met onder andere een kledingbank, een naaiverstelatelier en een kindercadeautjesbank, bieden wij ondersteuning aan mensen die het financieel moeilijker hebben. We beschikken ook over een uitgiftepunt voor menstruatieproducten, een uitleenpunt voor hulpmiddelen en een sociale werkplaats. Ook zet onze werkgroep Dementie zich dagelijks op allerlei manieren in voor mensen met dementie. Samen werken we aan een maatschappij waar iedereen op een menswaardige manier kan deelnemen. Streef samen met ons naar een sociaal thuis voor kwetsbare inwoners uit Haren, Heukelom, Moergestel en Oosterwijk. Help ons helpen. Word vriend van Sociaal Huis Oosterwijk. De Nationale Voorleeswedstrijd is een landelijke leesbevorderingscampagne om het voorlezen te promoten. Zoals ik zeg, het is landelijk. Het is dus, scholen kunnen daaraan deelnemen. Het is voor de leerlingen uit groep 7 en 8. Ik vind stilstaande boom lekker rustig. Nou, daar had ik iets verkeerd gezegd. Haar wenkbrauwen schoten omhoog, tot onder haar krullen. En ze ging maar door of dat applaus en dat uitleven. Je zeurt net zo hard als de meester, zei ik. Maar ik heb er verstand van. En toen wilde tante Paul me per se leren hoe ik een spannende boom kon zijn. De leukste boom van de wereld, zei ze zelfs. Doe normaal. Ik ga wel met mijn bladeren zwaaien, bedoelde ik, om ervan af te zijn. Maar dat vond ze niet genoeg. Een goede boom kan alles, wat mensen ook kunnen. Dansen, huilen, slaan, trompet spelen, dat kan ik niet eens, riep ik. Dank je. Ik ga vandaag lezen uit het boek Dop. Het gaat over een meisje wat op haar 11e in een molen ging werken. Buiten adem leunt ze tegen de muur van het schuurtje. Ze lacht opgelucht en trots. Dop kan alles. Maar dan hoort ze een stem, heel dichtbij, een zware mannenstem. En ze hoort stevige laarzen heen en weer stappen. Dops hart staat even stil. Applaus voor Bob, natuurlijk. Hij heeft een broer en een hondje met de naam Pluk. Deze in zijn eentje over het eentje Donald Duck. Maar vandaag voor dit publiek en te horen door de mic. Ja, dat is Mike. De kampioen van de Groene Parel hier in Oosterwijk. Kijk. Hoi, ik ben Lotte van Dijk van OBS de Hans Kram uit Haren. Ik ga jullie een stukje voorlezen uit Mathilde. We staarden de kamer rond. Eerst naar de moeder, toen naar de zoon en toen naar Mathilde. Hallo, ik ben Niels van der Heijden. Ik zit in groep 7 op de klimop in Haren. Mijn boek heet De school is weg. Meester Harm heeft een grote ijzeren vuilnisbak met deksel laten neerzetten. Jeffrey haalt zijn schouders op. Dat zegt niks als ze alles ernaast gooien. Ik ben Siem en ik ga Bureau Spurners en de Boekmafia lezen van Joshua Douglas. Ze liepen over het tuinpad naar de auto. Meneer de Bruin wreef in zijn handen. We worden beroemd, jongens, riep hij. Ik voel het gewoon. Les zei niets. Hij voelde alleen maar nare kriebels in zijn buik. Maar vandaag om voor te lezen wil winnen absoluut mevrouw Gisbergen van de Kik en Duut. Succes, meiden. Dank je wel. Ik ben Carlijn van de Kik en Duut en ik ga het waargebeurde verhaal lezen 100 uur nacht. En die tegen de ramen slaan alsof we met een auto door de wasstraat rijden. En dan, zonder extra waarschuwing, zonder knal, zonder geflikker, wordt het donker. En het blijft donker. 30 seconden wachten we doodstil af. We horen ergens in de verte glas breken, sirenes loeien
en het blijft donker. Wil je weten hoe de storm verder gaat? Dan moet je dit boek zelf lezen. De publieksprijs, dus degene waar jullie op hebben gestemd, oké? Ik zal hem ook maar gewoon meteen de beker winnen. Even kijken wie van jullie dat. Niels! Ja! Is gewonnen, oh je staat er al vooraan, door Carlijn van Giesbergen. Drie woorden, beschrijf je gevoel in 3 woorden. Ja, heel leuk. Ja. Jongen zeg. Hé, hey, wat denk je van zo'n dans, Marieke? Is dat mooi of niet? Hij loopt nog verrekkers hard ook. Vanmiddag met de repetitie was wel leuk, zal ik even vertellen. Ik weet niet of het even kan, maar ik denk wel. Vanmiddag met de repetitie had hij dat pak niet aan. Ja, had je het pak wel aan, dan had hij de majo niet aan. Het is zaken dus zijn blote benen. Ja, en normaal heb ik heel veel op met haren. Maar... even kijken, zo blijft hij zo zitten. Goed. Zo, mensen. In een harse in de ton. Is dat geloof ik mooi of niet? Voor mij is het 35 jaar geleden dat ik hier in een Bogart ben geweest. 35 jaar geleden. Ik heb hier het eerste zoentje gegeven. Met iemand uit Mogestel. Verder nooit niks gehoord trouwens, maar... Hé, hey, mensen, ik rij vanmiddag mee met een brommer. Rijd van Haren door Oostwerk richting Mogestel. Ik rijd over de Mogestelse weg. Ik ben halverwege de Mogestelse weg. Ik raak de weg kwijt. Ik stop bij de kapelletje. Ik loop daar naar binnen toe. Zit daar een oude echtpaar. Zit daar te bidden en een kaarsje aan te steken. Ik zeg, meneer, hoe kan ik zien dat ik in Mogestel ben? Nou zit hij geblefd deze weg gewoon volgen. En als de koeien mooier worden als het vrouwvolk. En ja, en inderdaad, als ik wel eens rondkijk. Hey, ik kijk die vrouw aan, ik zeg, waar komt die vandaan? Ja, bedenkt, er zit die vent. Ik zeg, dat moet Gestel. Ja, helemaal goed zit hij. Helemaal goed. Ik zeg, oh, dus jullie komt uit Mogestel. Ja, ziet die vent, wij komen uit Mogestel. Waar zit die? Zijn de vrouwke, want... of wij uit Mogestel komen? Ja, dus wij komen uit Mogestel. De vrouwke, dat was een beetje doof. Ja, die hoorde het niet goed. En er was de les nog voor een oorarts geweest. En zo zit die dokter, ga ik even een stukje uit de oor snijden. Dat ga ik dan even onderzoeken. En als je niks meer hoort, dan is het goed. Nooit niks meer gehoord. Ik zeg, oh, dus jullie komt uit Mogestel. Ja, zit je, wij komen uit Mogestel. Wij zegt hij, of wij uit Mogestel komen. Ja, wij komen uit Mogestel. Ik zeg, ik heb nog eens ooit een tijdje verkering gehad in Mogestel. Oh ja? Ja, ik heb nog ooit een tijdje verkering gehad in Mogestel. Wij zegt hij, dat hij nog een tijdje verkering heeft gehad in Mogestel. Ik zeg, die tijd, ik heb gevreden in Mogestel, daar waren we een allerslechtste tijd op gebied van liefde en seks. Oh ja? Ja. Waar zit die? Dat hij jou nog kent van vroeger. Hé, meester, maar hoeft er tegenwoordig nergens meer voor te schamen, hè? Hoeft er nergens meer te schamen, ook niet als je lelijk bent. Hoeft er niemand te schamen als je lelijk bent, want 1 op de 3 meisjes is lelijk. Kijk eens even links van u. En even rechts. Hé, hey, en als die allebei niet lelijk zijn... Zo heb ik een broer, bijvoorbeeld. Ik heb een broer. En ook lelijk. Gruwelijk lelijk.
gruwelijk lelijk. Die lag in hetzelfde ziekenhuis als die een eerste tromper had te vertellen van die curveuze. Die lag ook daar in het getint glas. Mijn broer. Mijn broer was zo lelijk. Onze pa die deed daar de luier om zijn kop. Zo lelijk. Hey, op een gegeven moment had ons pa en zijn moeder die hadden een grote biefstuk om zijn nek gehangen. Omdat anders zelfs de hond niet mee wou speulen. Zo lelijk was hij. Mijn broer. Tegenwoordig zet ze gewoon een grote steek op als je lelijk bent. Deze vind ik ook mooi, deze. Kunnen ze nou mensen thuis, gaat deze rechtstreeks naar mensen thuis of niet? Die zien nou niks, hè? Maar wat ik wel leuk vind hieraan, dat is, wat er ook gebeurt, dan sta je altijd iemand achter me. Dat is toch mooi, hè? Hé, hey, maar mijn broer, lelijk manneke. Was een lelijk manneke, is goed erop gedreugd. Mijn broer is eigenlijk voor de knap manneke. Zijn beste knap manneke, spreek het men. En mijn broer die lekt veel op men. Ze zeggen dat mijn broer veel op men lekt. Ze zeggen vaak van, ben je wel een tweeling? En dat was eigenlijk vroeger al zo, dat ze dat dachten, want ik weet het goed. Wij zaten wel eens achter in een auto en dan reden wij met een auto door het mooie Haren. En dan ging ik zo voor de raam zitten, trok ik mijn broek naar beneden, ging ik zo met mijn blote kont voor de raam zitten. Mijn broer met zijn kop neffen. En dan zitten ze van, ach, een tweeling. Mijn broer. Goeie manneke, knap manneke, beetje een flauw manneke. Het is een beetje een flauw manneke, mijn broer. Mijn broer bijvoorbeeld, die kan niet tegen bloed. Mijn broer kan niet tegen bloed. Die heeft dan ook nooit langer als 3 weken verkeer gehad, mijn vriendin. Mijn broer. Hey, ik heb zelf ook een vriendin. Ja, zeg maar gerust vrouw, ons Mona. En ons Mona is een goeie vrouw. Ons Mona is een goeie vrouw, is een goeie echtgenote, goeie moeder, goeie vrouw, zoekt een goeie vrouw, bel 06-1019. Mijn vrouw. Maar goeie vrouw, ons Mona, lieve vrouw, maar lelijk, hè. Maar ook lelijk, ook zo lelijk, dat diezelfde gluurder van je eerste tompel had ook bij ons aanbellen of we alsjeblieft de gordijnen dicht wil doen. Ja, zo lelijk. Ja. Als Geert Willens ons Mona ooit gezien had, had hij nooit zo moeilijk gedaan over de burka. He, want ik trek vanmiddag thuis, ik trek met een dikke jas aan om hier naartoe te gaan op een brommer. Ik heb mijn jas aan, ik geef de dikke winterjas geef ik zo aan ons Mona. Och, sisse, dat vind ik nou toch leuk dat ik eindelijk een keer met jou mee mag. En dan nog terug naar de Bogaard, trek zo een hoop leuke jeugdherinneringen aan. Ik zeg, ho, ik gooi een gezellig avondje uit, dus ik zet de verwarming uit. En ze kijkt me zoals aan, ze is van shocks. Sjors, hoeveel houden je eigenlijk van men? Ik zeg, vrouw, ik moet goed doen. Kijk eens in de lucht. Tel de sterren, zoveel hou ik van jou. Yes, is ze, maar het is midden overdag. Ik zeg, ja, precies. Hebben we ook nog een hond? Hebben we ook nog een hond? Nou, geraaid al, hè? Ook lelijk. Heel apart hondje. Dat is een hondje zonder pootjes. Ja, geen pootjes, hè? Zeg maar een soort van schoothondje. Ja, hebben we, een hond zonder pootjes. Hebben we in het begin ook nooit een naam gegeven, want ja, je kon roepen wat je wilde, maar... kan toch niet? Hè? Op les hebben we een naam gegeven, hebben we Taxandria genoemd. Taxandria. En toen vroeg ze mij van, ja, waarom noemen we jou een hond Taxandria? Ik zeg, nou, dan is het niet zo erg als ze hem kapot rijden. Ik kom hier vanmiddag al mee met een brommer. Ik rij hier het plein op. Ik rij over jullie prachtige fontein.
Ik denk, oh, hier zijn ook Feyenoord supporters bezig geweest, dacht ik nog. Ik rij over het plein, ik zet met een brommer, zet ik recht voor de deur. Komt Jurgen, een adjudant, komt in paniek naar buiten gerend. Meneer, ziet, dan moet jij jou een brommer niet neerzetten, want dadelijk komt Frans de Nurse, die komt hier langs gelopen. Ik zeg, nou, dan zet ik hem wel op slot, jongen. Hé, hey, en hij kijkt me zo eens aan en zegt je van, jij bent niet van hier, hè? Nee, ik zeg, nee, dat klopt. Hij zegt, wie ben jij? Ik zeg, ja, ik ben Sjors. Ja, noem hem meer. Ik zeg, Sjors van Frans van Mieje zonder P. Ja, weet je, daar zit toch helemaal geen P in? Ik zeg, nee, dat zei ik toch, jongen. Ik loop naar binnen toe, kom ik Ruud van de Ven kom ik tegen. Ik zeg, jongen, hoe ziet jij eruit? Ja, ziet je druk, jongen, druk. Een hoop geregeld aan mijn tompraatavond. En ik moet ze van buiten mijn gestel halen. Ik moet zelfs voor naar Haren toe. En dat vind ik doodvermoeiend. En ik slaap voor het slecht. Ik zeg, nou, dan heb ik een goede tip voor jou. Je moet de problemen niet mee naar bed nemen. Ja, ziet je, men kan toch slechts als Mieke elke nacht beneden laten zitten? Maar goed. Goed mensen, hier staat hij dan, de nieuwe conciërge van de Boogaard. Hiep, hiep! Hey! Hier hadden ze me al voor gewaarschuwd, ja. Hier staat hij dan, de nieuwe conciërge van de Boogaard. Hiep, hiep! Hey! Juist. Hey, ik moest eerst op stagegesprek bij Kees de Laat. Ik moest op stagegesprek hier bij Kees de Laat. Ik kom hier naar binnen toe. Kees stond het plafond te schilderen. Ik zal ze wel te kijken. Zo. Ik zeg, Kees, ben jij de vloer aan het schilderen, jongen? Nee, zit je het plafond? Ik zeg, zal er dan in de kraan onder leggen? Nee, zit je, kan er zo ook wel bij. Ja, zeg Kees, ik ben eigenlijk op zoek naar een sleutelfiguur die de verantwoording neemt voor alles wat hier fout gaat. En deze nogal wel. Ik zeg, ja, nou, dat doe ik wel. He, daar ben ik thuis ook gewend. Geen probleem. Dus op gesprek geweest. Regel 1 zit hij. Regel 1, ik ben een man van weinig woorden. En als ik zo doe, dan hebben we maar te komen. Ik zeg, nou, dat komt dan mooi uit. En dan kunnen wij hendig deur in deur. Want als ik zo doe, dan kom ik niet. Regel 2. Ga nooit met lege handen naar de keuken. Hé, binnen 2 weken stond er geen stoel meer in de zaal hier. Maar, goeie menneke Kees, goeie menneke. Schouwt zijn eigen kapot, werkt hard, rent zijn benen onze kont uit, Kees. Les kwamen ze hier, de vuilcontainer kwamen ze los van de straat. Kees rent naar buiten. Hé, hey, chauffeur, zit die, kan er nog iets bij? Ja, hoor, zit de chauffeur, springt er maar bij, jongen. Nou goed, dus ik loop even later naar buiten, want ja, die container moet toch naar binnen toe. En zit er al zo'n zwerver, een zwerver die zit er al bij die container. Kennen wel een zwerver, zo in die wel de hele dag in een doos mag zitten. Ja, zo in die hele dag eigenlijk je zak uitvoert en zo, een zwerver. Hè. Meneer, zit die, meneer, hebt u iets te eten? Ik zeg, ja hoor, ik red me wel, ik ga naar binnen toe. Hé, maar wij kunnen hier allemaal doen in een Boogaard. Dat is nogal. Ik heb een heel flink sleutelbos. Je kunt hier bijvoorbeeld, eens kijken, biljart. Biljartkant. Je kunt hier bijvoorbeeld biljarten bij biljartvereniging Weinig Keus. Zo komt er op een gegeven moment komt er, groot grondbezitter Geert de Denissen komt bij mij binnengelopen. Ik zeg, hallo Geert. Hallo, Char City. Ik wil van jou een grote keu lenen. Heb jij een grote keu, een steenkeu, een grote keu, een soort van jumbo keu? Dus die had ik in vorm en kon je een week of anderhalf later kon je me terugbrengen. Ik zeg, en hebben ze kunnen raken, Geert? 4 tanden eruit bij ons Wendy, zit hij. Ja, zit, ik heb thuis ruzie gehad. Ik heb ons vrouw daar hartstikke mee in elkaar geslagen. Ik zeg, oh, in hoeveel beurten?
Ja, je kunt hier, wij kunnen hier niet meer. Je kunt hier kaarten, kun hier ook kaarten. Op een gegeven moment kwamen ze, een man of 20 kwamen er binnen gelopen, die kwamen kaarten en die hadden allemaal schemerschermers aan. Schemerschermers aan. Ik zei, wat komen jullie doen? Ja, zien wij komen Britje. Oh, die is te moeilijk voor mijn gestel. Maar goed, die mensen die hadden zelf hun kaart meegenomen, die hadden zelf een stok kaart. Ik zeg nou, ik ben blij dat jullie zelf uw kaarten meebrengt, want ik zie deze stok kaarten, die zie ik veel liever als heel de Raad van Elf. Ja, hoezo dan? Ik zeg nou, in een stok kaarten zitten maar 4 boeren. Kunt hier volksdansen? Volksdans kun je ook, hè, bij de 55-plus vereniging. Volksdans, 55-plus. En die 55 die staat dan voor het IQ. En, hey, dus ik wil aan de gang mee. Hey, ik aan de gang. Ik ga je al mee. Ruzie mee zo'n volksdans, vrouwke. Want ik zie net repent die slobberde. Bleek ze er helemaal geen aan te hebben. Dus zij kwaad, jongen, kwaad. En ze duwt me zo, hè, tijdens het dansen, zet ze zo'n haksje. Dus ik val eigenlijk op de grond. Ik val op de grond en heup uit de kom. Heup uit de kom. Ik ga naar een dokter toe. Sjors, ziet u dan, moet jij, weet ik wat je moet doen? Dan moet jij onder ene voet, moet jij een week of 6 zo'n dikke zool zetten. He, en dan schiet hij vanzelf wel een keer zo terug. Als je maar lang genoeg zo loopt, dan schiet hij wel terug zo. He. Dus ik loop hier door het prachtige centrum van Mogesten loop ik een keer. En toen komt er een naar me toe en zit hij van... meneer, zit hij... Ik zeg, ja, wat? Vind je dat nou niet lastig, dat mank lopen? Ik zeg, ja, dat vind ik wel lastig, ja. Hij zei, dan moet jij met één been in de goot lopen en met je andere voet op de stoep. Ik zeg, vind jij dat nou niet lastig, dat stotteren? Jawel, ik zei, dan moeten we een bek houden. Je hebt hier ook regelmatig koffiekransjes, hè, van zo'n dameskransje. Je hebt hier ook regelmatig. Dan komen ze hier koffie drinken van die vrouwen. En die zitten dan een beetje te hoeren en te kletsen en te zeveren en te zanen en te zeuren. Typische vrouwenpraat. Hè, dus er werd eigenlijk niks zinnigs gezeten, zou ik maar zeggen. Ja, zin Sandra Denissen, ik moet afvallen van onze Michael. Ik zei, dan moet ik de weetjeswatchers bellen, dus zij belt op. Ja, sorry mevrouw, de cursus zit vol. Oh, en wanneer kan ik er dan bij? Nou, zo gauw er iemand afvalt. Hé, hey, en dan hebben ze het ook over die vrouwen van... hoe ziek, zwak en misselijk ze wel niet waren van het overgeven tijdens hun zwangerschap. Hè? Overgeven, ik zeg, dan weten jullie ook zo wij mannen elk weekend meemaken naar het voetballen. We hebben hier ook van de week gerepeteerd voor dit spektakel. Gerepeteerd, hè. Iedereen erbij en de Raad van Elven erbij en muziek erbij. En iedereen erbij en op het eind van de avond ga ik vegen. Hè, want het zijn wel dezelfde rotzooien hier in Mogesten. Daar kunnen we wel rotzooi maken, dus ik kan het vegen. En op een gegeven moment riep ik van, wie heeft er 10 briefjes van 50 euro mijn elastiekje erom verloren? Hé, hey, en met je man of 11 tegelijk? Ik zeg, dat is mooi, want ik heb het elastiekje gevonden. Je redt ook nog van het koor, repeteert hier ook. Het koor zit, is er iemand die hier in het koor zit? Inspiration of Joy of zo? Of... Ik zal het anders vragen. Zit er iemand naast iemand die... Ja.
Maar goed, ik heb op een gegeven moment al naar binnen gelopen bij de repetitie van het koor. En ik zeg tegen die kapitein van de koor, ik zeg, kapitein, ik dacht dat deze een gemengd koor was, maar ik zie alleen maar dames. Ja, ziet u, deze wel degelijk een gemengd koor, want de ene helft kan zingen en de andere niet. Zo kwam er les, kwam er een vent binnen, die schiet hier naar de bar toe en die bestelt bij Kees, bestelt hij 2 pilsjes en een gehaktbal. He, dat je op een bordje zien hangen met de bal van Kees de Laat, loopt er nooit van lul op straat. En hij zegt, Kees, doe men 2 pilsjes en een gehaktbal. En die vent die krijgt 2 pilsjes en een gehaktbal. En die vent die snijdt zo die gehaktbal door het midden en stopt die een helft in de mond, pilsje erachteraan en andere pilsje erachteraan. 2 minuten later, Kees ziet, je doet men 2 pilsjes en een gehaktbal. En dat had je op een bordje achterop een muur zien hangen van, met de bal van Kees de Laat, loopt er nooit van lul op straat. En hij vat die gehaktbal, snijdt in het midden, 1 helft in de mond, pilsje erachteraan, andere helft in de mond, andere pilsje erachteraan. Kees, doe men dan een keer 2 pilsjes en een gehaktbal. Dan had je achter een muur zien hangen van, Kees de Laat, loopt nooit van lul op straat. Hij snijdt in het midden, in de mond, pilsje erachteraan, andere helft in de mond. Hè? Hey, en deze volgende keer heeft 12 en ik kijk zo die vent eens aan. Ik zeg, meneer, mag ik jou eens iets vragen? Ja, wel, ja zeker ziet. Ik zeg, jij werkt zeker bij de gemeente. Ja, ziet, hoe weet je dat? Ik zeg, dat staat op mijn pet. Ik heb er 1 sleutel tussen hangen. Eén sleutel die heb ik gekregen als aandenken van een ouder echtpaar. Ik heb een tijdje stage gelopen op een bejaardenhuis en daar woonde een echtpaar, iets van 80 jaar getrouwd of zo waren die. En die waren nog wel zo verrekkers verliefd, jongen, die konden niet van elkaar afblijven. Was zo mooi om te zien, ik denk, dat vind ik toch mooi om te zien. 80 jaar getrouwd, hè? Vond ik mooi om te zien, die passie die er nog afspatte. Want telkens als zij naar hun kamer ging, hè, dan zat hij al onder de rok van die vrouw, nog voordat de deur open was. En dat vond ik toch zo mooi. 80 jaar getrouwd en dan die passie en de vuur. En god, dat vind ik toch zo mooi, hè. Echt voordat de deur open was, onder die rokken bij die vrouw. Ik zeg, nou, dat vind ik toch mooi dat daar nog zo bestaat, hè. Die passie, die liefde. Ja, ik zeg maar, ja, zit die vent, maar het is toch niet helemaal wat jij denkt. Ik zeg, ook niet wat dan. Nou, zit hij, mijn vrouw die heen houdt binnen. Net boven de knie zit een spijker. En daar hangt de huissleutel aan. Tadaa, dat kennen jullie niet, hè? Tadaa, hè? Dat is ook moeilijk, hè? Dat is ook moeilijk, ja. Ik snap het ook wel. Hey, maar conciërge, een mooi vak. Heel mooi vak en ik wilde vroeger al conciërge horen. Ik wist eigenlijk al toen ik op de lagere school zat dat ik conciërge wilde horen. En ik zal het vertellen, mensen, ik heb 11 jaar op de lagere school gezeten. 11 jaar. Ja, eigenlijk 10. Maar dan komt, ik ben 1 jaar geschorst geweest. Want op een gegeven moment, op mijn 16e verjaardag, toen zei de zuster van liefde tegen mij, Sjors, je moet onderaan te laten zien dat je ballen hebt. Ja, dat heb ik toen gedaan, ja. Kleuterschool. Hé, hey, en dat was leuk, de zuster van liefde, want wij hadden regelmatig ouderavond op de kleuterschool, hè, op de lagere school, ouderavond. En ja, onze paas moeder die moest zo vaak mee naar de ouderavond, dat de meeste dachten dat onze paas moeder zelf op de ouderavond school zaten. En voordat onze pa dan meeging, dan vind je eerst een liter of anderhalf jongen klaar, vind je dan, want dan was het allemaal veel minder erg wat je te horen kreeg. Hè? En dan zat je dan met zijn rode neus en kregen we onderweg nog een auto-ongeluk. Want ja, dat weet je wel, de meeste ongelukken gebeuren als de mannen gedronken hebben. Hè? Want dan rijden de vrouwen. Hé, hey, en de zuster van liefde, die was dol op bloemen.
Die was dol op bloemen en dan zaten, zo zaten we met z'n allen op school. Zo zaten we op de ouderavond, dol op bloemen. Want ze was vooral op roos, want heel haar zat er vol mee. En dan riep ze zo tegen al die ouders van wie kent er een bloem met één lettergreep? En dan riep er iemand een roos. En dan zei, hoe fijn. Wie kent er een bloem met twee lettergrepen? Aster, hoe fijn. Wie kent er een bloem met drie lettergrepen? Gladiool. Ja, riep onze vader achterlijke. Maar hoe fijn. Wie kent er een bloem met vier lettergrepen? Madeliefje, hoe fijn. En als laatste, wie kent er dan een bloem met vijf lettergrepen? Hey, en onze pa niet te flauw, geslachtsgemeenschap. Dat is toch geen bloem? Nee, dat is onze pa, maar hoe fijn. Meestje, nou je laat. Want ik denk dat Kees me verrekkers hard nodig heeft. Ik zou zeggen, mensen, mee carnaval, heel veel plezier. Vat er gerust, jullie moeten zo bladen, rustig maar. Dus mee carnaval, veel plezier. Vat er gerust een stuk of 1, 2, 3 of 4. Bent u mogestel een beetje moe? Dan kom er gewoon gezellig naar haren toe. Houdoe. Hey Joris. Hallo. Hey Joris, een vraagje. God, staan we eens voor de televisie? Yes. Oh, dat vind ik mooi. Dat vind ik echt leuk. Het haren in gaasten in de tong. Ja, hoe voelt dat? Ja. Dat was jouw vraag zeker? Ja. Ja, nou, dat viel me eigenlijk niet tegen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja. Leuk publiek en en Gerst is een beetje ook zo'n dorpje net als haren. Dus ja. Nee, ik voel me hier nou wel thuis. Dus helemaal leuk. Geknipt voor ons vak. Dat zijn we bij John's Meubel- en Autostoffeerderij. Is uw meubilair toe aan een opfrisbeurt? Bij ons is uw stoel of bank in vakkundige handen. Ook maken wij nieuwe meubels, geheel naar uw wens op maat. Met eerste klas materialen. Al 25 jaar.
Dit had onze opa toch nooit kunnen bedenken in 1863. Thank you.